Goedenavond, de voetbaltafel, maandagavond 18 maart. Goedenavond en fijn dat u kijkt weer naar voetbal bij RTV Katwijk Sport op deze televisie. Ja, het was een doelpuntrijk voetbalweekend. Katwijk won met 5-2 van Excelsior 31. En Quick Boys, jazeker, 0-5 tegen oud-topklasser CSV Apeldoorn. Maar misschien wel belangrijker was de zege van de Rijnvogels afgelopen weekend. Thuis werd gewonnen van koploper Delta Sport uit Vlaardingen. Het werd 2-1 en dat betekent dat Rijnvogels weer terug is op de titelkoers. En uiteraard de komende duels moeten blijken of men dit weet vol te houden. Daar gaan we over praten vandaag aan deze tafel. Met in ieder geval links van mij een van de spelers uit het team van Hein van Heek. U kent hem misschien wel uit zijn tijd van AC of Noordwijk. Hij speelt nu bij de Rijnvogels achterin in de defensie. Het is Stefan Schaalsma. Stefan, goedenavond. Ja. En naast hem die man die nooit zal weggelopen bij een voetbaluitzending. Het is Henny Cambier, onze vaste voetbalanalist. En uiteraard ook natuurlijk bekend van Leids Dagblad, maar ook natuurlijk van leidamateurvoetbal.nl. Kortom, een half uurtje voetbalpraat hier met uiteraard veel aandacht voor de Rijnvogels. Stefan, je wint met 2-1 afgelopen weekend. Had je het gevoel vooraf dat het vandaag wel eens een hele mooie dag zou worden? Ja, vooraf zeker. Als je ziet wat die supporters allemaal vooraf in petto hadden, dan was het echt een uitdaging om gewoon een goed resultaat te halen. En het zag gewoon heel goed uit van tevoren. Sowieso in de kleedkamer, de sfeer was goed. Dus we hadden er alle vertrouwen in. Ja. Henny, je hebt de wedstrijd gezien afgelopen weekend. Was inderdaad Rijnvogels de terechte winnaar? Ja, uiteindelijk wel. Eerst zelf vond ik behoorlijk in balans eigenlijk. Maar de tweede helft heeft Rijnvogels toch wel heel veel druk kunnen zetten. En het was de ploeg die wilde winnen. Delta Sport hoefde niet zo nodig natuurlijk ook. Dat scheelt ook een brok. Maar uiteindelijk kwam die zegen wel terecht. En als je dan vlak voor de tijd scoort, is het zo niet nog mooier natuurlijk. Goed, we gaan even kijken naar het voetbalprogramma van afgelopen weekend. De uitslagen en allerlei andere dingen hier op kaart. Natuurlijk beginnen we met de wedstrijd in de topklasse. Dat was de wedstrijd Katwijk tegen Excelsior 31, zoals gezegd 5-2. En als jongeren die scoort en ook Van Ooyen zijn dag niet heeft, dan scoort onder andere Suzanne gewoon 2 keer. Rijnsburg teleurstellend daar in Twente. Het won met helaas 1-0 daar op Dato. Het inmiddels bijna gedegradeerde Dato. Quick Boys haalde uit 0-5. En is daarmee weer enigszins verlost van de degradatiezorgen. Rijnvogels dus won 2-1 van Delta Sport. En ook Valken, daar ging niet lekker mee. Zij verloren met 3-0 van Valken 68. Ja, terug naar de realiteit van afgelopen weekend. Je komt 1-0 achter, Stefan, afgelopen weekend tegen Delta Sport. En raak je dan in paniek als team? Of zeg je van... Nou ja, in paniek. Nee. Eigenlijk hadden ze tot die vrije trap eigenlijk niet zoveel in te brengen. En, ja, ze kregen een vrije trap en door een miscommunicatie kwamen we 1-0 achter. En ja, dan weet je in ieder geval, dan moet je gewoon even een stapje harder zetten en, om die gelijkmaker te maken. En wij wilden in ieder geval niet verliezen. En, gelijkspel dachten we van, nou weet je, dat, wij verwachten dat ze nog wel een keer zouden verliezen eigenlijk. Dus een gelijkspel zou ook nog niet heel ernstig zijn. Maar ja, je moest gewoon voor de winst gaan dan. En op jacht te gaan naar die 1-1 en die kwam net voor rust. Ja. Iedereen was vooraf en die beducht voor het gevaar Patinama in de voorhoede. Kon hij afgelopen weekend excelleren? Nee. Ik vond het wel de gevaarlijkste man van Delta Sport, eerlijk gezegd. Continu moest de verdediging van Rijnvogels alert zijn. Uit zijn vrije trap kwam ook de goal. Maar het was niet zo dat hij kon bovendrijven vanwege uitstekend verdedigend werk bij Rijnvogels. Ja. Nou wordt Rijnvogels vaak geroemd, Henny, om het collectief. Zag je het ook bij de tegenstander van afgelopen weekend? Minder. Wat mij met name opviel, zeker in de tweede helft, toen ben ik eigenlijk aan de lange zijde gaan staan. Dan krijg je toch veel geluiden mee van spelers. Dat er bij Rijnvogels ontzettend veel gecommuniceerd wordt. Elkaar toch ook steunend en aanwijzend aanwijzingen geven. En ja, bij Delta Sport heb ik dat niet of nauwelijks gehoord. En daaruit spreekt wel dat er bij Rijnvogels toch een echt hecht team staat. Ja. Wat doet het met je als je koploper bent en krijg je toch een tikkie van de nummer 2 in? Is dat denk je een tikje die nog lang zal nadreunen bij Delta Sport? Nou, dat weet ik niet. Ik heb even snel naar het programma gekeken ook. Dit is een geweldige overwinning voor Rijnvogels. Er mag even van genoten worden. Maar de komende wedstrijden worden wat dat betreft waarschijnlijk toch ook weer mede bepalend. Spijkenissen uit en Voorschoot uit. Dus ik heb niet het idee dat de titelstrijd nu beslist is omdat Delta Sport deze wedstrijd heeft verloren. Maar beste papieren nog steeds, en dat zei ik aan het begin van het seizoen, had ik daar al een goed gevoel bij, nog steeds wel voor Rijnvogels. Ja. Terwijl toch afgelopen weken, Stefan, nipte zegen tegen Vitesse Delft, net aan gewonnen bij Noordorp.
iedereen ging toch een beetje met angst en beven in de wedstrijd van Deltasport toekijken. Ja, ik denk dat het weer ook niet echt meespeelde de laatste weken. Slechte velden, kunstras, minder als normaal kunstras. En hoop wind, ja, dat is het voetbal, maakt het niet makkelijker. En wij moeten het toch een beetje hebben van het voetbal. We hebben echt allemaal goede voetballers. En ja, als het voetbal niet gaat, ja, dan heb je een hecht team nodig. En dat zijn wij wel. Is de kracht van het huidige Rijnvals ook toch een beetje de sterke bank die Van Hijk op dit moment heeft? Zeker ook, ja. Of de gelukkige bank, zou je het ook kunnen zeggen natuurlijk. Ja, nou ja, dat zou je na zaterdag kunnen zeggen met die wissel van Karel. Karel heeft natuurlijk lange tijd ook in de spits gestaan. Deed dat eigenlijk ook uitstekend. Maar ja, voorin is er gewoon veel concurrentie. En ja, dat zou wel eens van doorslaggevende aard kunnen zijn. Bijvoorbeeld ook vorige week bij Noordorp dat Wesley van Wijk niet kan spelen. André als Stam vervangt hem en is dus een van de betere Rijnvals. Dus ja, wat dat betreft keuze te over daar. Ja. Nu stond je de afgelopen weken zelf ook last ernaast, om het zo maar te zeggen, Stefan. Hoe houdt Van Heek de 12 tot en met de 16e man tevreden? Ja, nou, ik denk dat hoe hou je ze tevreden? De laatste weken, of in ieder geval in het begin van het jaar, kon je ze tevreden houden omdat je gewoon makkelijk won eigenlijk. En dan kon je ze een beetje doorwisselen. En de laatste weken, ja, is dat wat moeizamer. En dan toch op de momenten dat je kan wisselen, gewoon proberen door te wisselen. En ik denk dat de jongens die niet spelen wel accepteren dat ze nu niet spelen. En, wij weten ook, je wordt geen kampioen met 11 man. Je hebt er gewoon 16 tot 18 nodig. En iedereen zal aan het einde van de rit zijn wedstrijden gespeeld hebben. Je hebt als speler op het hoogste niveau mogen spelen, Stefan. Is FC Rijnvals, dit FC Rijnvals, het eerste klasseniveau, vind jij, ontgroeid? Ik denk dat wij zeker als ploeg, het klinkt misschien arrogant, maar te goed zijn voor de eerste klas. En ze zitten al een aantal jaren te hikken naar de hoofdklasse. En ik denk dat daar het voetbal makkelijker wordt. En dat we daar zeker thuis horen. Ja. Alleen je hebt één ploeg erbij zitten helaas. Deltasport, die het misschien nog even lastig gaan maken. Ja, nou, dat is jammer. Maar wat ik zeg, we hebben ze wel twee keer verslagen. We hebben 6 punten van Deltasport. Niet veel kunnen zeggen. En daar putten we wel onze kracht uit. En we weten ook wel dat wij gewoon de beste ploeg hebben. Maar moeten we even laten zien. Ja. Want je zou moeten zeggen, Henny, nuchter kijken als voetballiefhebber. Het is nu of nooit voor de Rijnvogels. Ja, nou, ik heb ze de afgelopen jaren uiteraard van dichtbij mogen meemaken. Ook in de nacompetitie, het verhaal tegen RVVH, waarop ze eigenlijk al zo goed als binnen waren en het toch nog vergooien. De strijd met Voorschoten en Jodan Boys, kan ik me nog herinneren. Vorig jaar Achillesveen, die is in de eerste helft compleet zoek spelen, maar uiteindelijk gaat het ook fout. Ja, en ik sprak uiteraard ook na afloop wat spelers en no way, geen nacompetitie voor Rijnvogels. Dus het moet nu gewoon gebeuren en ik acht er daar zeker toe in staat. Ja. Maar hij zegt wel als realist van het programma van de Rijnvogels is op papier was zwaarder dan dat van Deltasport. Lijkt me wel. Naast de wedstrijd die ik opnoemde ook nog tegen RCO en GHC uit. Schavenzanden zijn toch altijd lastige wedstrijden. Op papier lijkt het wat dat betreft makkelijker voor Deltasport, maar dat zegt me niet zo heel veel in de slotfase van de competitie. Ik ben inmiddels 30 plus, Stefan, met alle respect overigens, maar het liggen wil nog steeds blijkbaar aan de bal. Ja, ik ben nog steeds, ik train nog steeds altijd en ik ben nog redelijk fit. Ik ben weinig geblesseerd. Dus zolang ik er zin heb, vind ik het leuk om te voetballen. Ja. Proef je iets of voel je iets binnen het team, binnen de club, dat dit wel eens een kampioenselftal zou kunnen worden? Ja, wat je zegt, ik heb nog, ik voetbal een aantal jaren en ik heb nog weinig meegemaakt dat een elftal zo hecht is. En wat ik zeg, dat komt denk ik mede doordat je natuurlijk allemaal regio jongens hebt. Maar ik kan wel zeggen dat we bijna allemaal gewoon echt vrienden zijn en we gaan echt door het vuur voor elkaar. Ja. Is het ook een beetje de hand van Hein van Heek misschien? Ja, natuurlijk doet een trainer ook in mee. Trainer, wat ik zeg, hij traint altijd. We zijn de eerste keer vandaag vrij, maar de sfeer is goed en daar is een trainer wel bepalend in. Ja. Je kent hem al wat langer natuurlijk. Is Hein, vind je, door de jaren heen veranderd in zijn manier van trainen, in manier van leiding geven, in manier van spelers benaderen? Ja. Ik denk het wel. Kijk, toen ik Hein de eerste keer had bij Noordwijk, toen was hij ook een jaar of 7, 8 jonger. En toen was hij beginnende trainer. En ik was natuurlijk ook een stuk jonger. Dus dan maak je allemaal fouten. En hij maakte fouten vroeger, ik maakte fouten vroeger. Ja, en alle twee word je wijzer. En nu gaat het allemaal perfect. En doet hij gewoon zijn dingen goed. En, die juiste man op de juiste plaats eigenlijk. Ja, als je gewoon wint, dan kan je het bijna niet fout doen. En
Ja, het gaat nog wel eens goed. Ja. Hij maakt op mij ook een hele relaxte indruk eigenlijk het hele seizoen al. Ook bij wat tegenwind is nog niet veel aan de orde geweest, maar hij blijft heel rustig. Ja, en zijn humor dat werkt ook altijd heel goed voor een groep. Aanstekelijk. Ja. Ja, dat doet hij goed. Top. Uitgelukkig hand in wisselen. Afgelopen zaterdag dus Carl Kraaienoord de winnende. Het lijkt me ook voor een trainer een ideale pinchhitter, denk ik, Henny, om zo'n man op de bank te hebben zitten. Ja, ik heb hem ook wedstrijden zien spelen dat ik dacht, nou, die is ook toe aan een basisplaats. Ja. De verschillen zijn gewoon heel klein wat dat betreft. Ik sprak Karel erover en ja, hij schikt zich in die rol. Hij vindt eigenlijk dat Bas ook de laatste tijd gewoon het betere van het spel liet zien. Ja, en hij heeft er vrede mee. In tegenstelling tot Raymond Baten bijvoorbeeld. Want die baat als een stekker dat hij aan weinig speeltijd toe komt. Okay. Toch voor onze camera afgelopen zaterdag temperde Van Heek de euforie. Snap je dat, Henny? Ja, het was ook een mooi moment in de catacombe dat er werd een lied ten gehore gebracht. Maar dat lied viel niet de goede aarde bij Hein. Die heeft dat meteen afgekapt. En terecht ook, want ja, er is nog helemaal niks binnen. Natuurlijk, de euforie is logisch bij die gast, uiteraard. Maar ja, ik denk dat hij daar goed op instapt om dat meteen af te breken. Want ja, feest vieren, dat moet je over een week of vijf, zes doen. Ja. Ja, je loopt over het jaartjes mee, zoals gezegd, Stefan. Heb jij het gevoel toch dat er iets de komende weken iets moois kan groeien bij de Rijnvogels? Ja, ik zie gewoon, we hebben nog een hele lange weg te gaan. Ja, nou, het is zeker nog een lange weg. Kijk, ploegen die een beetje in de regio spelen, willen allemaal graag tegen Rijnvogels winnen. En dat wordt lastig. GSC en we thuis hebben het niet makkelijk gehad, voor mij verloren. En, ik weet het wel zeker. Ja, ik deed niet mee dus. Nee, die hebben we verloren en kijk, wij willen wel wat goed zetten. En, kijk, Voorschoten zijn we ook allemaal gemotiveerd. Er zijn vier, vijf jongens van ons die daar gespeeld hebben, een trainer. Dus ik denk dat dat wel goed zit. Maar ja, wat ik zeg, Spijkenisse, daar hebben we ook van verloren. Dus ja, daar willen we ook van winnen. Dus ik denk echt wel dat er wat te halen valt. Wij denken niet van, we zijn er al. En ja, ik denk als je zo gaat denken, dan gaat het gewoon fout. Hoe verklaar jij persoonlijk de aftakeling van je oude club AC? Ja, ik denk bij AC is het lastig. Hebben ze denk ik de verkeerde spelers te makkelijk weg laten gaan. En ja, op een gegeven moment kom je in de vijver te vissen voor spelers wat gewoon niet goed genoeg is. En wat te jong is. En ik denk dat je een mix moet hebben van jong en oud en een beetje ervaring en geen ervaring. En, ja, het klinkt misschien raar, maar een beetje ervaring, dat kost ook een beetje geld. En misschien is het geld daar een beetje op. Ja. Denk je dat de Coltrane voor jou het laatste station is op jouw voetbalreis? Nou, dat weet ik wel zeker. Ja? Ja, zeg je met een glimlach? Je hebt mijn zin? Ja, ik heb het als ik naar mijn zin. Wat ik zeg, ik vind Rijnvogels een mooie club. Een club wat gewoon 1, 2, dames 1, dames 2, dames 3 gaat allemaal goed met elkaar om. En dat is gewoon hartstikke leuk om mee te maken. Je kan gewoon zien dat Rijnvogels kleiner is dan ARC bijvoorbeeld. Want daar, ja, daar is het meer afstandelijker. En daar heb je een eerste elftal, een tweede elftal. En de rest, ja, hangt er een beetje bij. En, Wat ook gewoon prima is, maar dit bevalt me hartstikke goed. Ja. We zaten de laatste weken, Henny, ook hier op deze tafel nog wel eens wat raar te kijken naar de positie van Quick Boys in de hoofdklasse A. En afgelopen zaterdag gewonnen 0 tegen 5, mooie overwinning. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de verschillen tussen Quick Boys en de nummer 3, dat is maar 5 punten. Ja, Quick Boys hebben natuurlijk met andere woorden, met een beetje geluk en een goede serie kan je zo derde komen te staan. Ja, nou, ze hebben de wedstrijd tegen VVA nog openstaan met een 3-1 voorsprong. Dus aannemende dat ook 3 punten oplevert, dan is het verschil inderdaad nog opeens wel heel klein. En ja, had ik ook eerlijk gezegd niet verwacht. Hoewel ik wel begreep dat ze afgelopen zaterdag wel wat mazzel hebben gehad met de doelpunten. Waardoor de wedstrijd toch wat gemakkelijker verliep. Maar neemt niet weg dat er misschien dan toch nog mogelijkheden zijn. En ze zijn al lange tijd ongeslagen. Alleen die gelijke spelletjes, dat schoot niet op. Ja. Maar zie je nog toch een gloortje hoop ergens in de vet of zeggen van het wordt een heel moeilijk verhaal om nog die derde periode te pakken? Nou, ik geloof er zelf niet in, maar het gaat niet om mij uiteraard. Maar ik hoop het eigenlijk dat er toch nog een mooi einde komt aan het seizoen. Laat ze in vredesnaam ook naar de topklasse gaan. Het wonder van Nieuw-Zuid misschien wel. Ja. Wie zat ze? Ja, maar eerst goed terug naar het wonder van de Coltrane misschien. Hoe lang denk je nog te kunnen spelen met het lichaam zoals het nu zich voelt, Stefan? Nou ja, ik kijk het gewoon per jaar aan. Ik ga volgend jaar in principe ga ik de trainerscursus wil ik gaan doen. Okay. Dus ik ben gewoon lid van de selectie en ik ga gewoon trainen als ik kan trainen, zeg maar, als ik niet geen cursus hoef te doen. En dan ga ik misschien in de rol die dan van mij is weggelegd. Ja. Dus ook ik hoop gewoon volgend jaar zoveel mogelijk te spelen. En ik heb er gewoon nog steeds zin in.
Nu zit het zo, de voetballerij, dat weet je ook natuurlijk, Stefan, dat succes zorgt voor aantrekkingskracht. Het valt me op dat alle spelers blijven van het seizoen. Is er achter de schermen wel aan jullie getrokken door andere clubs? Nou, natuurlijk zullen de jongens zijn waar belangstelling voor is, maar ja, Noem eens wat namen. Nou, ik denk dat Sander van der Horst, Dirk Varkenvisser, dat zijn gewoon jonge jongens die gewoon elke week gewoon goed spelen. En ja, Pieter van der Breggen, wat gewoon een hele goede voetballer is. Ik hoor Rijnsburgse Boys misschien interesse. Ja, die jongen is gewoon een hele goede voetballer. En ja, als je dan een paar jaar geleden, als je dan hoorde dat hij bij Berkel gespeeld hebt, ja, dan ben ik benieuwd waar zijn plafond ligt. En, maar je verwacht niet dat spelers nog gek gemaakt worden de komende weken? Nee, ik verwacht dat jongens, als ze eenmaal een ja-woord gegeven hebben, dat ze gewoon blijven. En ze hebben allemaal een ja-woord gegeven, dus ik neem niet aan dat ze nu nog weggaan. Ja. De selectie van nu en het komende seizoen heen, is die streek genoeg, vind jij, om wellicht de stap te kunnen maken naar de hoofdklasse? Nou, er zijn vier versterkingen, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar voor de rest heeft Hein van Heek nadrukkelijk aangegeven dat hij met deze groep verder wil. Daar spreekt ontzettend veel vertrouwen uit. En ik heb ook het idee, wat Stefan terecht zegt, dat mocht de hoofdklasse gehaald worden, dat het voetballen alleen maar makkelijker gaat. Ja. En Rijnvogels heeft genoeg creatieve spelers om daar ook dan in mee te draaien. Ja, want verwacht je dat Rijnvogels onderdoet ten opzichte van, noemen we wat, een Sportlust of een Odin of dat soort teams? Moeilijk te zeggen, maar ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat het alleen maar kan groeien en dat er een aantal spelers zeker nog wat stappen kunnen maken binnen die selectie. En ook de nieuwelingen die daar komen, dat schijnt toch inderdaad wel allemaal een plusje te hebben. Dus ik heb daar wel vertrouwen in. Ja. Wat zegt de stand op dit moment in 1B? Als je kijkt naar de Rijnvogels in Deltasport, die zijn de straatlengte voor het nummer 3 tot en met nummer 8, nummer 9. Enorm groot gat. Wat zegt het over de afdeling? Nou, zeker de onderkant. Er zitten echt een aantal hele zwakke broeders in. Benschop, Geinoord, DSCP. Ja, dat is eigenlijk het hele seizoen al zo. Vitesse Delft. Nou, vorige week heb ik zelf GHC Voorschoten gezien. Dat is een momentopname. Maar daar schrok ik eigenlijk ook wel van het niveau, moet ik eerlijk zeggen. Beide ploegen hebben ook hele goede wedstrijden gespeeld. Maar vorige week leek het eigenlijk nergens naar. En als ik dan afgelopen zaterdag Rijnvogels Deltasport zie, dan word ik daar wel wat warmer van. Ja. Hoe hou je nou de komende weken, Stefan, die flow lekker in? Ja, uiteraard wedstrijden winnen, dat snap ik. Maar hoe hou je dat gewoon lekker, dat ritme erin? Ja, nou, is dan bijvoorbeeld in dezelfde staamstelling blijven spelen? Of hoe moet dat voor je vorm zien? Ik denk dat de trainer weinig kan doen, zeg maar, met wissels. Want ja, waarvoor zou je winnend elftal gaan veranderen? Maar wat ik zeg, ik denk dat het belangrijk is dat je de sfeer goed probeert te houden. En wat je zegt, nummer 12 tot nummer 16 tevreden houden. En waar mogelijk wisselen als het kan. Zodat je gewoon iedereen tevreden houdt en iedereen fit blijft. Ja. Vind je jezelf op dit moment een van de basiskrachten in het elftal? Zeggen van ja, ook bij mij kan het iedere week weer een beetje verschillen. Speel ik wel, speel ik niet? Nou, bij mij is het eigenlijk heel simpel. Als een tegenstander met twee spitsen speelt die bijvoorbeeld supersnel zijn, dan speel ik niet. En de rest speel ik volgens mij altijd. Ik heb anderhalf wedstrijd niet gespeeld. Dus op zich heb ik daar geen moeite mee. Nee. Het is jou of Evonen, dat leek het wel. De afgelopen week, als jij niet speelt, speelt meestal Even andersom. Nou, even is de verdediger. En kijk, met twee spitsen is het makkelijk om gewoon twee echte verdedigers op te stellen. En als tegenstander met drie spitsen speelt, ben ik meestal de voetballer van achteruit. En ik denk de laatste weken, voor mij vorige week en de week tevoren geef ik een assist waar de 1-0 uitkomt. Dus gaat prima zo. Ja. Zaterdag een lastig potje, Henny. Spijkenisse uit. De nummer 3, weliswaar op grote achterstand, maar dan nog 9 punten achterstand. Is überhaupt de tijd voor de Rijnvogels, trouwens, Spijkenisse een lastige tegenstander geweest? Ja, het lijkt me een heerlijke tegenstander voor aanstaande zaterdag. Thuis verloren met 3-1. Dus dat nog in het achterhoofd. En met het goede gevoel van afgelopen zaterdag. Spijkenis heeft de laatste tijd wel de nodige steken laten vallen. Is daardoor uitgewaterd. Maar dat wordt een hele lastige. Ik vermoed dat Rijnvogels, als ze daar doorheen komen, dat de kans wel heel groot wordt zo langzaam. Ja, want die staat nu 2 punten achter. Tegen wie trouwens vindt die inhaalwedstrijd plaats dan? Om die 2 punten weer in te kunnen lopen op Delta Sport, weet je dat toevallig? Ik zou het niet weten. Okay. Volgens mij is het gewoon Spijkenissen. Oké, het is gewoon Spijkenissen. Komend weekend gelijk. Ja. Oké. We gaan even kijken trouwens naar het sportweekend van komende zaterdag. Met daarin ook weer een aantal interessante wedstrijden. In de topklasse gaat Katwijk de verre reis maken. Dik 200 kilometer naar het Harnenberg van Ted Verdonkschot. Verdonkschot op dit moment nummer 3. En uiteraard Katwijk nog steeds de trotse koploper in de topklasse. Dan Rijnsburgse Boys tegen toch wel ook een ploeg die dit seizoen goed acteert in de topklasse. Kozakken Boys thuis. En Quick Boys gaat het opnemen tegen een concurrent in de middenmoot. En dat is Bennekom. Dan hebben we het over Spijkenissen natuurlijk tegen de Rijnvogels. Belangrijke wedstrijd in 1B. En ook de Valken hebben een lastig potje, want in Zoetermeer werd een aantal weken geleden
kreeg men een enorme draai om de oren in de persoon van Niels Schone. Die toen 5 keer scoorde namens DSO. Dus dat moet in ieder geval komend weekend goed gemaakt worden door de brigade van Andries Wendt. En als laatste speelt Berkel tegen Rijnvogels Vrouwen 1. Ja, die wedstrijd, laten we even kort doorlopen. Hardenberg-Katwijk, Henny. Katwijk op titelkoers, Katwijk op ramkoers. Maar Hardenberg uit altijd een lastig potje. Ja, toch zie ik eigenlijk geen problemen meer voor Katwijk. De vorm is zo groot. Er staat elke week wel weer iemand anders op die het roer overneemt. Ja, en Hardenberg heeft de laatste week nou niet de beste vorm getoond. Nu dan wel weer winnen van Kozakkenboys. 0-5 maar liefst. Af en toe snap je er echt niks meer van. Maar goed, ook mocht dat fout gaan voor Katwijk, is er natuurlijk nog helemaal niets aan de hand. Maar Cees heeft gelijk als hij zegt dat er nog wel een lastige periode aankomt met heel veel uitwedstrijden. Maar ik geloof niet dat Katwijk met poep in de broek naar Hardenberg gaat. Jij valt ook niet, neem ik aan, dat net als vorig seizoen de titel pas op de laatste speeldag zal worden beslist. Dat lijkt me vrijwel onmogelijk gezien de stand. 8 punten inmiddels met GVVV. Ja, ik had het idee dat GVV het langer zou volhouden. Ja. Ik heb ze een paar keer zien spelen en genoot daarvan. Maar ook de laatste weken kunnen zij het niet bolwerken. Ja, Rijnsburgse Boys, het verhaal is een beetje bekend. Veel spelers gaan weg. 2 uur geleden hadden we hier Dick Heemskerk te gast. Is het kaasje volgens jou een beetje uit op de Middelmors? Nou ja, Dato wordt elke week zwaar onder de voet gelopen door iedereen en alles. Maar Rijnsburg had de nodige moeite daarmee. Ik neem aan, zeker voor het thuispubliek, dat ze nog wel die wedstrijden willen winnen. Maar het sprankelt totaal niet meer. En ik denk ook niet dat dat nog gaat gebeuren dit seizoen. Nee, wordt gewoon een beetje anoniem, denk ik, mee hobbelen in de middenmoot. Ja. Dan Rijnvogels tegen Spijkenisse. Zoals gezegd, zaterdag weer uiteindelijk iedere week natuurlijk een finale de laatste paar weken. Elke week aan de bak. Ja, dat maakt voetbal ook wel weer leuk. Ja. En spannend. Voel je druk? Nou, eigenlijk niet. Voel je druk? Ja, ik voel druk. Wat dat betreft misschien omdat je met die andere jongens graag de hoofdklasse in wil. En dat je dat de jongens wil laten meemaken hoe dat is. Maar ja, persoonlijk maakt het mij niet zo uit of ik nou tegen Spijkenisse speel, Deltasport of Voorschoten. Ik vind het allemaal, ja. Ja. Is het wel bij jullie in de kleedkamer het gesprek van de dag? De hoofdklasse? Of zeg je van, daar praten we niet over met z'n allen? Nou ja, we hebben één doel en dat is kampioen worden en daar wordt over gepraat. En om kampioen te worden moet je gewoon zoveel mogelijk wedstrijden winnen en we zijn goed op weg. Ja. Je hebt geluk dat er weinig blessures zijn op zich. Weinig rare fratsen met gele kaarten of rode kaarten. Ja. Wat zegt het over de Rijnvogels op dit moment? Dat we goed bezig zijn en ik denk dat heel veel ploegen jaloers zijn op hoe het bij ons gaat nu. Heb je het wel eens meegemaakt? Is het ook wel weer een verademing voor jou om in zo'n warm bad als de Rijnvogels terecht te komen? Ja, nou ja, wat ik zeg, ik heb bij AAC op een gegeven moment meegemaakt dat ik in de eerste klas kwam en dat we direct kampioen werden. En dat is niet makkelijk in de eerste klas, als je de eerst degradeert en daarna kampioen wordt. En voor de rest heb je ook altijd een beetje lager gespeeld, zeg maar. Hè. 1 jaar promotie topklas en jaren topklasse meegemaakt dan. Degradatievoetbal? Ja, maar degradatievoetbal, dat is heel anders voetballen dan voetbal voor het kampioenschap. Ja. Heb je ook het gevoel soms dat je in het veld loopt en je denkt van, het komt vandaag wel goed? Ja, ik moet zeggen, dat had ik zaterdag. Ik had zaterdag echt het idee van, deze wedstrijd gaan wij echt nooit verliezen. Oh. En dat is een lekker gevoel. Ja, nee, maar ik vind ons ook gewoon echt beter. En wat ik zeg, vooraf hadden we een analyse gekregen over Deltasport van goed dit en dat. Ja, ze waren ook wel redelijk goed, maar ik vond het eigenlijk niet echt dat ik zeg van, god, het is een koploper. Ik vind ons gewoon echt beter. Is er in de rust niet gesproken over een scenario van blijft gelijk, we gaan op een gegeven moment aanvallend wisselen? Nee, wij voelden gewoon, je maakte precies net voor rust, maakte je 1-1. Dus iedereen had echt een boost gekregen van jongens, deze jongens kunnen we gewoon hebben en we zijn gewoon beter als we gaan voetballen. Dus de opdracht was gewoon van jongens, probeer gewoon te voetballen en ook op het moeilijke veld. En dan komt het vanzelf goed. En de trainer, wat ik zeg, die nam een goede beslissing om 1-op-1 te gaan spelen. En, nou, jij moest eruit, hebben we al duidelijkheid, ten opzichte van Carl. Ja. Nou ja, hij haalde een verdediger uit. Kijk, ik hoefde niemand op te pakken wat dat betreft. Want de voorhoede die deed alles goed en het middenveld stond goed. Dus dan kan je voorin wat erin bijbrengen en dan hoop op die maar winst. Wat Henny zegt, was het afgesproken dus? Voor jongens, als het gelijk staat, team voor tijd, gaan we beuken, gaan we oorlog maken om te winnen? Nee, we hadden eigenlijk wel verwacht dat die goal wel zou vallen. Maar dat die zo laat valt... Dat is massa, maar het was niet afgesproken van dat ik eruit ging en dat we dan 1-op-1 gespeeld. Totaal niet. Dat moet je gewoon een beetje aanvoelen. En, Er kwamen ook wel kansen, ook voor die tijd natuurlijk. Maar op redelijk loopt de klok door. Ja. Wat je terecht stelt, 1-1 is ook niet fataal natuurlijk. Maar het is toch lekker dat die valt. Ja, en 1 punt hebben we eigenlijk niet. Voor het mooie moet je gewoon winnen hè, om ze even een tikje te geven. Ja.
moeilijke vraag, hè, maar heb je het gevoel dat Rijnvols afgelopen weekend als een soort kampioensploeg speelde? Ja, ik heb ze denk ik 4 keer gezien dit seizoen. En ze maakten nu de meeste indruk op mij, nog niet eens zozeer voetballend, want de omstandigheden waren ook nu weer lastig met een harde wind. Maar het straalde aan alle kanten van, hier gaat niemand met 3 punten weg. Die houden we hier en dat gaan we lekker vieren. Ja. En ja, wat dat betreft heb ik volgens mij de kampioensploeg gezien. Wie vond jij afgelopen weekend, als het jou ligt tenminste, de man van de wedstrijd? Nou ja, ik vond Raymond Baat het goed doen op het middenveld, eerlijk gezegd. Er zullen ongetwijfeld redenen zijn waarom hij er zo laat bij is gehad. Hij is ook pas in november gekomen. Maar Raymond is wel een speler die ik graag op het middenveld zie spelen. Dat is wel een type voetballer waar ik graag voor kon kijken. En Thomas Dijk, lang niet alles lukte, maar probeerde ook zijn acties te maken. Mitchell Beiersberg dit keer wat minder. Ja, ja, en verdedigend staat dat doorgaans als een huis, maar dat is niet nieuw. Ja. Het mooie is ook dat jullie ook niet afhankelijk zijn van 1 doelpunt te maken. Hè? Meerdere mensen kunnen nu een doelpunt maken. Ja. Ja, dat is waar. Al denk ik dat Mitchell wel onze topscorer is. En die uit het niets altijd een doelpunt kan maken als een van de weinige spelers. En dat is wel lekker dat je zo'n speler erbij hebt. Ja. Kortom, de hoofdklasse longt. Wellicht dus volgend jaar wellicht Quick Boys, dan wel wellicht AC. Leuke affiches. Doe je het voor een speler? Ja, nee, maar dat is zeg maar wat iedereen zegt. Hè. Iedereen heeft zin om tegen Quick Boys te spelen. En wat ik zeg, als je jongens hebt die bij Quick Boys vandaan komen, die daar net niet redden. En die dan bij ons gewoon als ze goed spelen. Ja, dan is het mooi om tegen Quick Boys te spelen en hopelijk te verslaan. Duidelijk. Even terug naar het sportweekend. Valken tegen DSO. Valken niet lekker in de velden afgelopen weken. Nee, heel wisselvallig. En de resultaten zijn gewoon ronduit slecht. En Andries heeft volgens mij het seizoen al een beetje achter zich gelaten en is met volgend seizoen bezig. Hoewel hij ook nog aangaf afgelopen zaterdag van er moet ook wel weer eens gewonnen worden om in ieder geval helemaal veilig te zijn. Maar dat lijkt me uiteindelijk niet zo'n probleem, maar het marcheert totaal niet. Nee, het was toch op zich een team hebben wat afgelopen jaar stabiel is gebleven. Ja, klopt. Maar het is er even niet. En ze scoren verschrikkelijk moeilijk. En daar gaat het nog altijd om. Ja, trouwens, ik zei een 3-0, maar het is trouwens 2-0 geworden tegen Monster, begrijp ik, voor alle duidelijkheid. Ja. Dat het 3-0 was. Ja, dacht ik 2-0, maar goed, ik dacht dat dat gehoord. Maar goed, in ieder geval. Waar blijft de nederlaag? Valken verliest weer. Komend weekend tegen DSO. Ja, dat ik zou zeggen, zet de sluizen maar open. Nou ja, aardig wat recht te zetten, maar volgens alle insiders de DSO ver uit de beste ploeg in deze klasse. Dus het lijkt me niet dat de tij gaat keren zaterdag, maar het blijft voetbal, dus maar zien. Maar het zal geen 1-7 worden, dat geloof ik niet. Nee. Je gaf het aan, Stefan. Rijnvols, jouw eindstation waarschijnlijk voor jouw voetbalreis. Als voetballer. Ja, als voetballer. Jouw beeld bij de topklasse. Leuke competitie. Katwijk, hebben ze al zien spelen of niet? Als we toen we vrij waren op zaterdag gingen, hadden we Barendrecht gezien tegen Katwijk. Of Katwijk-Barendrecht. Dat was net zo. Leuk gezien. Ja, dat was wel spannend. En wat ik zeg, natuurlijk volg ik jongens met wie ik zelf gespeeld heb. Dus dat is gewoon leuk om te volgen. Ja. Mis je het wel een beetje, het hoogste niveau, zeggen van dit is ook prima eigenlijk? Nee, eigenlijk niet, want ik vond de topklasse vind ik gewoon leuk. Het was gewoon echt leuk om mee te maken, maar de hele dagen van huis 9 uur aan verzamelen, 9 uur s'avonds thuis, dat hoeft voor mij niet. Niet meer? Nee, ik vond de hoofdklasse A vond ik wat dat betreft prima en die topklasse was leuk, maar... Ik kan me ook nog een wedstrijd herinneren, ik weet niet of jij toen meedeed, uit bij Hoek. Toen vloor RSC met 1-0, tweede minuut een doelpunt en krankzinnig slechte wedstrijd. En dan dat hele stuk terug moeten rijden. Keeper Aaron Balk die huilend tot de tribune zat, zo slecht was het. Daar was hij bij. Ja. Ja, dan zijn er geen prettige uitreizen. Nee. Nee, inderdaad. Dan duurt zo'n reis lang. Harkema, Hoek. Ja, maar dat zijn wedstrijden leuk voor 1 keer. Maar ik ben blij dat ik lekker weer in de regio voetbal. Klopt. Katwijk, kampioenskandidaat nummer 1. Ik denk het wel, en dat vind ik leuk voor Joost Leonard. Ja, goede vriend van je? Ja, ik ken hem goed, dus vind ik leuk. Op bank zitten de laatste weken? Ja, snap ik niet. Hij zal bij mij altijd spelen. Ja? Ja, tuurlijk. Nee, ik vind het gewoon een hele goede spits. Balvast. Never change a winning team, denk ik ook bij Bruinink. Ja, maar hij heeft volgens mij ook in het begin wel aardig gescoord. Dus, ja, zeker. Maar het is een verschrikkelijk lastige keuze bij Katwijk natuurlijk. Want iedereen is van Ebeek doet het ook weer goed op dit moment. Ja, ze zijn allemaal een hele goede doen, dus zeg het maar. Ja, helaas inval op dit moment. Maar ik zal het goed voor je doen. Ja, als ik hem zie, dat doe ik zo hoor. Oké. Goed. Henny, jouw totootje, Hardenberg-Katwijk? Een 2. Een 2'tje? Ja, met alle zekerheid? Ja, durf ik wel te stellen. Ja. Rijnsburgse boys, Kozakkenboys?
Ik ga voor een gelijkspel. Ja, gelijkspelletje. Ik denk dat het lastig wordt als je een ploeg hebt die, waar veel spelers weggaan om je nog echt vol te motiveren om, om echt nog voor de club te ja. vechten. Terwijl ik dat een slechte zaak vind. Dat herken je, dat gevoel? Nou ja, als je weet dat je weg moet of dat je weggaat, ja, dan is het lastig om, om nog helemaal te motiveren om zo'n wedstrijdje nog aan te gaan. En, ja, wat ik zeg, ik vind persoonlijk dat je dan een beetje verkeerd in elkaar steekt, maar ja, zo werkt het nou eenmaal een beetje. Spelen voor de premie? Ja, nou ja, de premie, ja. Ik vind, je wordt gewoon betaald of je speelt voor Rijnsburg, dus dan moet je gewoon zorgen dat je dat jaar voor Rijnsburg gewoon je best doet. En, ja. Quickboys Bennekom? Quickboys. Quickboys gewoon, een eentje? Ja. Ja, Quickboys weer terug waar het hoort te zijn. En hier, nou ja, Spijker is Rijnvogels. Een geniepige overwinning voor Rijnvogels, ja. Bij de kleinste marge? Ik denk het wel, ja. Maar het is genoeg. Goed. En Valken tegen DSO, wat verwacht je? Nou, ik ga het niet gek doen, een 2. Ja, een 2'tje. Ja. Nou, bij deze Andries Wendt, als je kijkt, je kunt ik bellen. Ik ga voor Andries. Je kunt bellen, oké. Okay, in ieder geval, goed. Ik gun het hem van harte, hoor. Geen misverstand. Klopt. We gaan het allemaal meemaken, dus. Komende zaterdag met uiteraard Katwijk, Rijnsburgse Boys, Quickboys en ook Rijnvogels bij ons live op de radio vanaf 2 uur. Vrijdagavond hebben we nog aandacht trouwens in onze radio-uitzending voor de ontwikkelingen rondom de Europa Run 2013. Dat is, zoals je weet, de tocht van Parijs naar Rotterdam voor het goede doel. En als je meer wilt weten, ook van mijn persoon, aanstaande donderdag moet je even de Katwijkse Post lezen met een column over mijn hand over het Rijnsburgse Boys van nu. Dit was de voetbaltafel. Ik heb voor u nog wat nieuws over het Nederlandse elftal. Die traint de komende dagen op Sportpark Nieuw-Zuid, de thuishaven van Quickboys. Dat doen ze op dinsdag, dus dat is in ieder geval morgen om 11:45. Komende zaterdag om 6:30. En ook volgende week maandag om 11:45. Dus als je de mensen rondom Louis van Gaal en zijn spelers even wilt zien, u kunt gewoon vrijelijk zonder verdere poespas kijken op Sportpark Nieuw-Zuid naar de verrichtingen van het Oranje richting Estland en Roemenië. Ja, wat betreft de waterpolo is geen goed nieuws. De heren verloren van koploper het Ravijn uit Nijverdal met 17-9. En de dames zijn verloren ook van WZC. Kortom, wij zijn er weer komende vrijdag op de radio, ook zaterdag op de radio, met heel veel aandacht voor het voetbal. Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website sport.rtvkatwijk.nl als u tips heeft voor onze uitzendingen. Altijd welkom, mail ons dan op het e-mailadres sport@rtvkatwijk.nl. Henny Cambier, dankjewel voor jouw tijd en aanwezigheid. Graag gedaan. Als vandaag en over een maandje zie ik je weer terug hier. Graag. En Stefan, jij succes op koers richting de titel in 1B. Bedankt. Dank je, dat was. Dit was de voetbaltafel voor maandag 18 maart. Ik zou zeggen, ik ben er weer over een week of twee. Dan met analist Robert Minkhorst. Ik zou zeggen, een goede week. Tot ziens. Dag. We'll be right back.